met toerisme. We gaan erover praten met Inge Terberg en die is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, vorige week hadden we ook open dagen van de natuuristen, maar dat was, ja, of dat nou eigenlijk voor iedereen was, dat heb ik niet goed begrepen. Maar jullie hebben een specifieke open dag morgen voor 15, 25 jaar. Ja, dat klopt. En waarom? Omdat ja, er zijn ook heel veel jonge natuuristen in Nederland en die wil je eigenlijk ook een soort platform bieden of in ieder geval een plek waarbij ze zich aan kunnen aansluiten. En dat zijn wij. Ja, ja. En bestaat dit al lang? Ja, de ene family bestaat nu, geloof ik, 64 jaar. Oh? Dus dat is echt al een hele tijd. Dus dat is geen jongeren meer, hè? De ene family is voor ons gegaan, dus ja. Ja, dat is geen jongeren meer dan 64 jaar. Nee, je moet dan nog ook echt uitstromen op je 25ste, maar... Maar goed, dan kan je weer naar de volgende, eventueel. Dan kan je bij onze moedervereniging terecht. Dan kan je gewoon een soort abonnement nemen. En dan, ja, dan doe je het op jezelf, zeg maar. Dan ben je niet meer onder de vleugels van de vereniging. Nee, nee. Nee, want is dat een verschil? De leeftijd? Ja, ja, wat jullie doen en wat een natuuristenvereniging doet? Nou, de natuuristenverenigingen hebben echt hun eigen terrein en wij shoppen eigenlijk bij alle terreinen in Nederland. Wij gaan op weekendjes op bezoek. En onze moederorganisatie die organiseert bijvoorbeeld niet typische kampeerweekenden in Nederland en dat doen wij wel. Oké, dus het is eigenlijk wat meer georganiseerd. Ja, dat klopt. En, maar jullie hebben geen eigen plek? Nee. Nee. Dus wat dat betreft kunnen de jongeren eigenlijk overal terecht als ze dit graag willen gaan doen. Nou, het is wel zo dat we dan één vereniging zijn en we gaan dan elk weekend dat we organiseren bij een ander terrein terecht. Dus het is niet zo dat we elk weekend overal zijn. Mm. Maar ja, we zijn gelukkig overal welkom. Dus ja, één keer in de 5 weken ongeveer organiseren we iets en dan gaan we naar een terrein in Nederland. En waar is de open dag morgen? De open dag morgen is op Oostane en dat is vlakbij Enschede op de oude Buurserdijk 201 is dat. Oude Buurserdijk 200. En dat betekent dus dat alle jongeren, er zijn ook al jongeren die laten zien hoe ja, eigenlijk geweldig het is om op deze manier een weekend te kamperen of wat dan ook. Of je ja, er zijn ontzettend veel. We hebben zelf al 200 leden. En ja, dat is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Er zijn zoveel jongeren die eigenlijk naturistisch zijn of bijvoorbeeld naar de sauna gaan of lekker naar het strand. Ja. En ja, er zit maar een bepaald gedeelte zit maar bij ons. Maar ja, er zijn natuurlijk... Dus we zouden heel graag hebben dat veel meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe meer mensen, hoe gezelliger. Ja, ja. Nou goed, je kan toch wel een beetje voorstellen dat mensen het ook eng vinden, ook jonge mensen. Ja. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen. En hoe gaan jullie dat dan overschrijden? Doet u dat ze het ook eng vinden om naar een groep te stappen? Of, nou ja, goed, de open dag is op zich natuurlijk niet zo eng, maar om daarna dan toch echt te denken, ja, dit wil ik, daar moet je toch wel weer een stap voor nemen. Ja, maar het is natuurlijk ook bij ons zo dat er niks verplicht is. We zullen echt niet zorgen dat je kleding uit moet trekken. Je moet alleen maar doen waar je het prettig bij voelt. Ja. En ja, meestal hebben mensen toch wel als ze bij ons komen een beetje interesse in natuurisme. Ja. En ja, uiteindelijk, dat gebeurt automatisch zoals ze vanzelf, als het lekker weer is natuurlijk. De vraag is of dat morgen ook... ja, als het koud hoor. Ja, het is fris, dus... Maar goed, wat gaan jullie morgen doen? We gaan nog eerst ja, om 10:50 hopen we dat iedereen er is die bij ons op de open dag wil komen kijken. En dan gaan we als activiteit gaan we waterskiën met z'n allen. Oh, gezellig. Maar wel met kleding aan, want ja, activiteiten doen we gewoon met kleding aan. Dat is niet iets van naaktbolen of dat doen we niet. Gewoon met kleding aan. En dan s'avonds, ja natuurlijk Nederlands elftal, gaan we gezellig voetbal kijken voor de mensen die daar zin in hebben. En dan met z'n allen gewoon barbecuen, lekker eten. En dan s'avonds hebben we gewoon feest. Lekker, eigenlijk een gezellige dag. Gewoon een leuke dag. Dan heb je geluk dat het voetbal ertussen valt, want dan gaan de spanning lekker oplopen. Ja, helaas ook wel spannend voor de... Ja. Goed, dat is morgen allemaal op het terrein van Oostana. Wat zijn de oude buurzen? De oude Buurserdijk 201. Oude... Voor meer informatie kunnen ze ook naar onze website kijken. En dan jnfn.nl. jnfn.nl. Nou, dan kunnen mensen daar kijken. Vanaf hoe laat kunnen mensen terecht?
Ze mogen ook vanaf komen, neem dan wel een tentje mee, want dan kan je lekker blijven slapen. En ja, vanmorgenochtend, net hoe vroeg ze zin hebben om er te zijn. Als ze mee willen doen met de activiteiten, dan raad ik aan om een uur of 11 op het terrein te zijn. Oké. Nou, het is allemaal heel erg duidelijk. Het is kostenvrij. Je ene fan die betaalt gewoon om niet te betalen voor het water skiën. Eten is ook allemaal geregeld. Dus als ze zin hebben om langs te komen en geïnteresseerd zijn in het toerisme. Dat is voor Nederland een heel belangrijk punt natuurlijk. Ja, dat is wel belangrijk om het even te noemen, geloof ik. Ja, dat denk ik wel. Goed, nogmaals, veel plezier morgen. Ik hoop dat jullie zoveel mensen hebben dat je hier in heel Enschede gejaagd wordt als er doelpunten vallen. Ja, dat blijft belangrijk natuurlijk. En geniet van de barbecue. Ja, dankjewel. Oké, fijn weekend. Dag. Oké, dag. Dat was Ine Terberg over de open dag van de naturisten voor jonge mensen. We zijn er.